Nou, welkom weer aan de waterkant met Jeroen en Boily. We gaan vannacht een nachtje vissen op een redelijk druk bevist parkwater. Er zit een redelijk bestand aan karpers op. En ik hoop vannacht weer eens een paar mooie visjes te vangen. Zoals jullie kunnen zien, de spullen liggen nog op de kar. Dus ik ga eerst maar eens even de hengels klaarmaken en uitgooien. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer. Nou, mijn hengels zijn bijna klaar om uit te gooien. Zo alleen nog even bij de laatste een PVA'tje eraan knopen. Ik heb vandaag geen boot bij me, dus ik zal mijn hengels uit gaan gooien. Ik weet dat hier de bodem redelijk zacht is. Dus ik wou jullie toch ook gelijk even wat meer meegeven over mijn aaspresentatie en het loodsysteem dat ik hier ga gebruiken. En waarom ik dat dus ook gebruik op deze bodem. Nou, wat ik zeg, de bodem is redelijk zacht, dus ik zal sowieso gebruik maken van een helikopterrichtsysteem. Dit omdat op het moment dat mijn lood dan een stuk de bodem in zal zakken of schieten met het uitgooien, dat in ieder geval mijn complete onderlijn netjes mooi bovenop de bodem blijft liggen. Nou, dan komen we bij de onderlijn. Die zit met een vrij grote swivelring aan mijn hoofdlijn bevestigd. Daar zit uiteraard een rubbertje over om te zorgen dat het zaakje niet helemaal in de knoop gaat met uitgooien. Dan komen we bij mijn gewone onderlijn. Dit is in principe gewoon een hele standaard onderlijn geknoopt met een crank X-haak. Dan heb ik hier een 18 mm boilie met daarbovenop een klein 12 mm pup-upje. En deze heb ik met opzet voor gekozen om een niet al te opvallende kleur te gebruiken, omdat veel mensen hier toch al wel voor kiezen op dit water. En daar hoop ik eigenlijk vanavond een visje mee te strikken. Dus we gaan eens kijken wat er gaat gebeuren. Ik ga ze eens even rap uitgooien en dan mijn spullen opzetten. Nou, ondertussen staan de spullen bijna allemaal. En wou ik jullie eigenlijk het laatste stukje nog even meegeven voordat ik de nacht in ga. En dat is mijn voer en voerkeuze. En wat ik er eigenlijk vooraf al aan gedaan heb om te zorgen dat mijn voer misschien toch net dat kleine beetje extra attractie meekrijgt. Zoals jullie kunnen zien, niet de meest standaard boilie meer. Ik mag zeker in het najaar graag mijn boilies een dag of twee van tevoren alvast een beetje extra bewerken om ze wat extra attractie mee te geven. Dit doe ik door ze eerst een 2-3 uurtjes in een droogzak te hangen, zodat ze net het buitenste laagje ietsjes uitgedroogd is. En ze dus wat meer stoffen ook gelijk weer op zullen nemen. In dit geval heb ik daar F-Rouser overheen gedaan. Een enchanter of een booster met vrij veel amino's en mineralen erin. Daarnaast heb ik er nog wat celpoeder overheen gegooid. En een klein beetje vocht vanuit een blikje zoete mais. Omdat dit naar mijn mening toch ook altijd nog wel een erg geliefde stof is door de karper. Nou, en op die manier hoop ik toch eigenlijk mijn boilie net even een beetje dat extra aantrekkingskracht mee te geven. Zeker ook omdat ik op dit moment niet voorgevoerd heb en eigenlijk maar een heel klein beetje voer gebruik. En we gaan eens kijken wat het brengt voor vannacht. Hopelijk zie ik jullie straks eens terug met een vis in mijn handen. Nou jongens, het is nu ongeveer een uur of 2:30 s'nachts. En zo te zien heeft de voorbereiding op het voeren redelijk gewerkt. Kijk eens, een prachtig mooie schub op 15,5 kilo. Dus weer een mooie 30er erbij voor deze jongen. Tijd om nog even rap wat fotootjes te maken en dan ga ik hem weer rap terugzetten. Nou, helaas zit de sessie er alweer bijna op. Het is toch een geslaagde sessie in mijn ogen met een mooie 31 pond schub. Ik drink nog even mijn bakje koffie op en dan wordt het tijd om de rotzooi weer op te ruimen. En ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze video en tot de volgende keer, jongens.